Als ze willen, gaan we winnen. Hoeveel heb je geoefend? Nou ja, ik ben toch wel zeker 2 maanden in trainingskamp geweest. Killer mentaliteit, moet toch een paar doelpunten gemaakt worden. Ja, want u bent natuurlijk een held van alle mannen waar u tegen gaat spelen. Ja, dat denk ik wel. Als het om dit spelletje gaat, dan voeren wij toch wel de boventoon. Ik zorg dat ik op de reservebank plaats kan nemen. Ja, de grote winnaar wordt spieren voor spieren. Dat is één ding wat zeker is. Laten we het daar maar op houden. Ja. Wat vind je ervan dat je hier speelt tegen Louis van Gaal vandaag? Ja, het is gewoon leuk. Ik ben een liefhebber. Ik vind het leuk om te voetballen. En ja, je speelt met al je oude collega's. Maar het meeste ben je ook in Nederland zelf hebt samengespeeld. Nou, is het zo dat jullie tegen het rijkste team aller tijden spelen? Van de wereld. Nou, als ik zo raak als hun zou zijn, zou ik gewoon spelers inhuren. En nou, daarom ben ik waarschijnlijk ook mijn geld kwijt geraakt. En hoe raken jullie hier zo verzeild? Ja, spieren voor spieren. En quote, goede combinatie. De taken zijn verdeeld. Alles staat in belang voor het goede doel en een leuke wedstrijd. Doe eens voorspelling, hoeveel wordt het? 8-0. Voor? Dat weet ik nog niet. Ik kan verliezen, kan draaien. Hij coacht geloof ik het quote-team tegen de oud-internationals. Dus ja, hij zal niet winnen, denk ik. Ik heb me laten vertellen dat de scheidsrechters volledig corrupt zijn, dus dat biedt wellicht mogelijkheden. Ja, dat biedt inderdaad mogelijkheden. Het worden hele dure doelpunten, denk ik. Ik moet eerlijk zeggen, hij had vanmorgen nog een vergadering en daarna kwam hij thuis en zei gelukkig, ik heb nog een paar uur om alles voor te bereiden. En dan lees ik in mijn voorbereidingsstuk, wielrenfit. Dat, op de fiets ben ik wel in vorm, maar hier op het veld geen garantie. Daar heb ik in voetbal niets aan. En we gaan straks het veld op met z'n allen. En we maken er gewoon een heel mooi feest van. Het zit gewoon in me om te winnen. Dus daar gaan we alles aan doen. Ik ga gewoon dwars voor liggen. Ik ga het gewoon proberen. Geen medelijden. Slachten die goal. Ja, de wedstrijd is net begonnen. Zoals je kan voorstellen is ons team van ondernemers niet echt zo goed als het team van oud-internationals. Dus we hebben wat moeten verzinnen om die wedstrijd wat gelijkwaardiger te maken. Dan kunnen ze bijvoorbeeld een penalty kopen voor 10.000 euro. Moet je hem natuurlijk wel inschieten, anders wordt het een beetje gênant. Ik denk dat we op die manier een hele leuke wedstrijd te zien krijgen met veel doelpunten. Weer een penalty. Heel goed. Zo werkt het in het ondernemersleven. Als de ander meer geld heeft, dan verlies je. En er wordt weer ingegrepen vanaf de lijn. Een keeper erbij voor het quote-team. Dat platte geld dat alles maar kan kopen. Ja, en dan is nu natuurlijk een tijd voor het cabrio-knallen. Het oud-Hollandse spelletje zoals u dat vroeger ook deed met de Porsche van uw ouders. De winnende coach, gefeliciteerd. Dankjewel. Het is natuurlijk fantastisch dat die quote jongens hebben gewonnen. Maar daarvoor hebben we ook spelregels gemaakt. Wij hadden al 150.000 euro opgehaald voordat de wedstrijd begon. Dan wordt het ook veel makkelijker om de wedstrijd te winnen. En waar ging je nou mis bij Oranje? Ja, een beetje nonchalant. Iedereen wilde de bal hebben. En een beetje frivol. Weinig diepgang. Een beetje de Nederlandse ziekte. Ik moet heel eerlijk zeggen, quote, geweldig initiatief. Spieren voor spieren, te bijzonder voor woorden. Direct hebben we een veiling. Dan moet je wel je hand opsteken. 3.500 euro. Laatste kans, 3.500. 4.000 euro. Helemaal. Fantastisch. Meer dan 500.000 opgehaald op een maandagmiddag in september.
Olympisch Stadion in Amsterdam kwam vanavond het duurste elftal ter wereld in actie. Geen Real Madrid of Manchester City, maar een team vol miljonairs met als doel zoveel mogelijk geld ophalen voor Spieren voor Spieren. Ze voetbalden tegen oud-profs zoals Ronald de Boer, Pierre van Hooijdonk, Jacques Zwart, Aaron Winter. Louis van Gaal is ambassadeur van Spieren voor Spieren en vandaag de coach van het miljonairs elftal. En ik mag naar de uitslag vragen? Je mag altijd naar de uitslag, want meestal... Hebben jullie gewonnen? Wij hebben heel veel geld gewonnen. Ja, want daar ging het om, hè? Ja, daar ging het om.